Goedemorgen, het is woensdag en het is vroeg en ik ben weer wakker. Ik krijg allemaal comments binnen over dat ik morgen heb ik die suikerziektetest. En er zijn echt comments van, oeh, je moet niet veel plannen, want ik heb dat ook niet gedaan. Ik was helemaal flauw daarna en alles. Ik heb echt wel best wel mijn agenda volgeramd morgen met dingen. Waaronder s'avonds dan bij Gratia een soort van workshop dingetje doen. Dus ik zit te twijfelen om wat dingen naar vandaag te schuiven. Ik heb een webinar staan om drie uur. Nou ja, prima. Dat is gewoon kijken. Ik weet niet. Ik moet de les voorbereiden. Die dag erna moet ik lesgeven bij Bie de hele dag en zo. En ik moet dat creatie. Misschien doe ik dat vandaag allemaal. Dan heb ik dat in ieder geval gehad. En ik heb vandaag op de planning staan beautygloss filmen. En om 3 uur ga ik live bij Clubhub. En ik ga een boek voorlezen, een filmpje maken. En nog een paar dingen. Ja, ik denk dat ik het vandaag maar ga doen. Ja. Ik heb er zo geen zin in. Morgen bedoel ik dat suikergedoe. Oké, de vlog is online waar ik dus met deze camera voor het eerst vlog. En sommigen geven wel aan dat ze dat klikgeluid goed horen, dat scherpstellen. Dus we zullen even zien. Ik heb het nu gedaan op handmatig scherpstellen, wat niet ideaal is voor vloggen. Want dan ben je heel erg bezig met je shot, zeg maar. Dus ik kijk het heel even aan. Ja, er komen nu een week vlogs online. Met deze camera. En anders switch ik terug naar die ander. Ik erger me zo erg aan dit hier. Dit is zeg maar mijn weggeefhoek. En normaal wordt dit regelmatig opgehaald. Weet je wel. Dan hebben we bezoek, vriendinnen, whatever. En dan krijgen mijn spullen mee. Maar ja, er komt niemand. Dus die hoek wordt steeds voller gepropt met staf. Denk ik. Nou ja. Gaan we even fatsoeneren. Ik merk dat ik me er lekker bij voel. Om elke dag een klein beetje make-up op te doen. Een beetje spelen met make-up. Geeft een beetje regelmaat in de dag. Gewoon routine. Oké, onze ASOS order is binnen. We hebben echt zo goed gebruik gemaakt van hun sale. Want ze hadden ineens mega, mega, mega sale. En mensen hadden het al gecomment van ja, mijn Maternity Wear sale. Moet even kijken. En ik dacht, ja, maar ja, er is altijd wel ergens sale. Ja, totdat ik goed ging kijken. Even kijken. Dit is mijn flavor. Dat moet je zelf maar even Insta doen. Ook van hem. We hebben ook die 15 euro bij betaald, zodat het eerder kwam. Want anders duurde het echt 3 weken of zo. Nou, daar hebben we geen zin in. Oké, we beginnen met deze. En er stond dus ook van alles tussen. Waaronder mijn pakje die ik gisteren aan had. En die heb ik gewoon voor de volle MAC gekocht voor 80 euro of zo. En nu was die 37. Nou ja. Kijk nou. Deze Mamalicious dress. Ik ga ze zo even allemaal aantrekken. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Dan dit is voor Kleer. Oeh, deze jurk is super zacht. Deze jurk. Dit is dus allemaal maternity wear. Maar ze hebben dus sale op alles. Ook op gewone collectie en zo. Dit vind ik leuk. Oké. Dan deze. Deze is heel silky. Ik ben benieuwd hoe deze bij mijn buik zit. Want hij is super zijdeachtig. Niet echt zijde natuurlijk. Ja, dan deze. Dit was de bestseller. Van de Maternity Dresses. Dat is echt zo flink afgeprijsd. Niet normaal. Bloemetjesjurk. Dan deze slippers. Ik vind zeg maar die jelly slipper trend echt super leuk. Wat op het moment gaande is. En aangezien mijn Rip & Dip slippers nu na een jaar of weet ik veel, 4 of zo, echt wel helemaal klaar zijn. Ik gebruik ze nu voor de tuin. Kijk deze jelly slippers. Ze waren echt 6 euro of zo. Het ruikt ook echt naar dat bad jelly zwembad slipperstof. Stof. Plastic. Oh, dit vind ik leuk. Oké. Zal ik deze voor de tuin nu gebruiken? Nee, ja, die andere kunnen wel voor de tuin, want deze... Ja. Oké. Maternity lounge. Oh, die zijn zacht. Zo, deze zijn super zacht. Het is een loungebroek, maar dan dus maternity hoog. Oh, dit is lekker. Wow. Ja. Dan is dit voor Gregor. Dan is dit ook voor Gregor.
En dan is deze van mij. Deze jurk. Petit. Ik hou van mooie jurken. Kijk, ook van dat Mamalicious merk. Oeh, deze is wel een beetje doorzichtig. Ik ga ze even passen. Ken je lifehack leren? Die proppen die je bij kleding krijgt. Daar kan je dus heel goed glas en spiegels mee zeemen. Klinkt heel gek, maar het werkt echt net zoals met krant. Het werkt echt top. Zo. Oké, mini shoplog. Hoe mooi is deze jurk? Serieus, ik vind dit echt prachtig. Het is een maternity jurk, dus alles wat ik nu ga laten zien is maternity. Maar ik ga dit gewoon blijven dragen nadat ik zwanger ben. Want ik vind het gewoon het perfecte model voor als je een beetje een appelfiguur hebt. Een beetje je buik over doezelen. Want het is heel luchtig en ruim. En oh, ik vind hem zo mooi. En check heel even de prijs. Kijk even, hij was €70,99, hij is nu €19,49. What? Ik link het even hieronder allemaal. Love it. Dan deze bloemetjesjurk. Ik heb het even allemaal zonder BH aan. Heel wat makkelijker. Maar ik vind hem echt heel cute. Hij is super, super zacht. Dit is denk ik het zachtste item van wat ik heb besteld. Mega leuk. En van €44,99 naar €22,45. Deze heeft echt insane korting. Echt, echt. Wacht, ik heb het hier zo. Van €76,99 naar €17,49. Hoe goed is deze deal dan? Hij is iets formeler dan ik had verwacht. Hij is echt wel een beetje silky. Meer een beetje voor een feestje of zo. Ja, dat maakt me allemaal niet uit. Maar hij is heel mooi. Echt een mooi jurkje. Dit was de grote bestseller van de maternity dingen. Hij valt ietsje groter dan ik had verwacht. Ik draag trouwens XL. Dus size 14. Over het algemeen gaat dat goed. Normaal heb ik een L'tje van ASOS nu dan een XL'tje. Maar deze is aan de losse kant. Maar goed, om te groeien ook. Deze is van €44,99 naar €15,49. En tot slot deze. Ook deze is een beetje, nou formeel zou ik niet willen zeggen, maar het is niet per se een loungejurk of zo. Maar het is echt heel mooi. Leuk voor events en zo. Ja, ik ga dit gewoon allemaal dragen als deze hele... Hij is er voorbij, zou je weer van alles kunnen doen. Waarschijnlijk ben ik dan niet meer zwanger, maar wederom... Dit is gewoon echt een mooie jurk, ook als je van Alain jurkjes houdt. Wee. Dit is hem. Van €62,99 naar €24,99. Ik zet alle links hieronder. Dit is niet gesponsord trouwens, het zijn wel referral links. Dan deze comfy pants. Broek. Oh, ik kan je zeggen, echt zoveel broeken zitten niet meer lekker als je zwanger bent. Als je denkt van, oh ja, mijn comfy broeken. Nope, maar deze zit wel echt. Dit is ook echt speciaal voor maternity, dus heerlijk. Love it. Heel erg zacht. Echt heel zacht. Deze is van €37,99 naar €29,99. En tot slot de jelly slippers. Sorry, ik haat voeten. Maar dit zijn ze. €6,30 kosten ze nog maar. Yay. Handig voor in de tuin. Ik vind ze cool. Oh, we hebben een... Foef heeft wat dingetjes bij Zalando besteld voor Poppy. Hij kwam hier zelf mee. Foef, laat heel even dit freaking prinsessenjurkje zien. Oh, nee, wacht maar. Zo cute. Oh. Dit is echt jouw dochter dan. Oh, oh my god. Het is zo cute. En dat Foef het allemaal uitgezocht heeft. Het is zo cute. Sommige dingen heb jij beter. Ik heb een selectie gemaakt. Want jij kwam met echt 5 prinsessenjurken. En ik dacht, nou, zoveel hoeft ook niet. Ja, ik dacht van wel, want jij bent ook een prinsessie. Deze vind ik ook echt geweldig. Valt het op dat we online... Oh ja, oh, die is zo cute. Zo cute. Dat we online shoppen, zeg maar, kleren. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar uit verveling ga je dan ook maar... Oh, even kijken wat er allemaal te shoppen valt. Ja. Zo cute. Ja. Yeah. Yep. Adorable. Van Fofie's favoriete merk? Waar dan? Gap. Oh ja, die was van Gap, hè? Ja, die is cute. Kijk, deze heeft een soort van handdoekstofje. Yep. Cute. Je zou daar ook de hele dag in kunnen. Ja, alles wat ik daar zie wil ik elke dag aan. Nou. Waarom heb je al die kleren? Zijn zoveel, hè? Ja, het moet allemaal de was in. Ja. Mm-hmm. Zomerjurkje? Ja. Ben echt benieuwd waar ze wel en niet in past. Voor hetzelfde geld. Ik heb het idee dat ze echt groot wordt. Ze wordt uiteindelijk groot. Nou, ja, maar ik bedoel dat ze er groot uitkomt. Dat... Check dit jurkje. Met een hele grote broek. Hé, hey, maar dit matcht bij een beetje jouw pastelbroek die jij op Easter aan had. Ja, inderdaad, ja. Ja. En dan de finale, dit badpakje. Dit was trouwens ook in de sale, of niet? Hadden we het in... Ja, toch? Ja.
Kijk dit badpakje. Zo cool. Zo cute. Oh. En dan hebben we nog rompertjes. Waar mijn vrouw ook in zou lopen. Ja, dit zou ik ook absoluut dragen. Kijk, dat glitter. Ja, cute. Oké, okay, even mijn planning aanpassen. Ja, manies. Dat heb ik al gedaan. Deze video's fijn. Video's editen. Oh my god. Hier, kijk. Even op zijn kop hoor. Maar dit is vandaag, dit is morgen. Dus ik ga hier dit naar hier doen ook. Die vlog ook. Kan jij ook die vlog voor vrijdag alvast doen vandaag? Nee. Dan heb ik dat gewoon allemaal al gedaan. Dan hoef ik alleen die Gracia les nog te geven in de avond. Ja, dan heb ik ook les voorbereiden voor vrijdag hebben we allemaal gedaan. Yes. Wat is dit? Laat even zien. Ik zit net... Kijk even naar die Jordan doos. Leuk hè? Er zit een carrot op. Ja, wat zou Jordan en iets met... Oh, een... Easter. De paas. Nee, had gekund. Wel daarvoor uitgebracht natuurlijk, maar... Oeh. Dit is Bugs Bunny. Oh, wauw. Want oh, die dingen kleuren zijn mooi. Kijk even, dit is met roze. Van Space Jam toch, Bugs Bunny en zo. Mm. Oh, ik vind... Ja, ik vind dit minder mooi. Maar ik snap het is Space Jam. Oh, die ja, onderkant okay. Is... Goed. Nice. Ja, nice. Naar verse Jordan. Ja. Cool hè? Ja. Oké, okay. Filmpje nummer 1 wordt een voorleesfilmpje. Dit is voor, zeg maar, dit is vrijwillig voor voorlezen voor kinderen. Superleuk. Ze hebben me voor gevraagd, dus dat ga ik opnemen. Ik kreeg zoveel comments vandaag over die vlog is dat boek binnenkwam. Heel veel mensen, ah, de gorgels. Ik ken het echt niet, terwijl ik echt al veel kinderboeken ken. Maar. Dus dat ga ik eerst filmen. En daarna ga ik de zaterdag Q&A video filmen. Ik denk gewoon in hetzelfde outfit. Ja, dat denk ik wel. En dan is dat wat ik vandaag film. Maar ik ben echt buiten adem. Oké. Okay. Geef maar mij. Flits jij maar snel terug. Riep een bekende lage stem. Het was de grijze gorgel zelf. Hij gaf het zakje snel door aan een jong... Oké, ik heb net opgenomen hoe ik heb voorgelezen uit dit boek. Dan ga ik nu voor Beauty Class filmen. Ik heb een Q&A... Pretty Q&A. Ik zit echt in een soort van dubio. Want aan de ene kant wilde ik niet mega... Ik wil zeg maar niet dat Beauty Gloss een soort baby gloss wordt of zo. Maar ik krijg zoveel vragen over baby dingen en zo. En ik vind het ook serieus wel echt leuk om erover te praten. En straks ook, weet je, iedereen vraagt dan bijvoorbeeld van... wat zijn dingen die je hebt gekocht voor de baby of zo. Ik hoef echt niet elke week een babyvideo te maken. Maar ik denk wel dat het handig kan zijn voor anderen wellicht. Want ik heb ook echt heel veel gehad aan video's van... Anderen met, weet je wel, wat hebben ze mee in hun vluchtkoffer? Of wat hebben ze gekocht wat ze echt gebruiken? Weet je, dat ik dat later dan opneem. Misschien dat ik dat tijdens mijn verlof dan opneem. Trouwens, dat is ook heel grappig. Verlof en nu dit. Ik bedoel, er is letterlijk geen verschil hoe wij nu zijn. Dat is wat ons verlof straks is. Geen campagnes, ik heb geen campagnes, niks. Ik doe gewoon alleen beautyloss en vloggen. Nou oké, deze week hebben we wel veel afspraakdingetjes, maar ja... Maar ik weet niet of ik het aan kan dan, dat ook. Ik weet het niet. Dus, maar goed. Even kijken. De Q&A. Hier, Teske. Tell me everything. Maakt niet uit wat. Ja, dat is het. Ik heb echt het idee. Heel veel mensen willen wel veel erover weten. Maar dan... Er is ook een groep die gewoon niks met baby's heeft, denk ik. Ja, ik wil ook niet zo'n cliché... Change into a mommy blogger worden, zeg maar. Dat is ook weer zo'n ding of zo. Ik weet niet. Het zal niet mijn hoofdonderwerp worden. Terwijl het wel het hoofdonderwerp van mijn leven is. Dus daarom dacht ik van alleen in de vlogs. Maar ja. Oké. We gaan hem opnemen. Oké, klaar met filmen. Ik heb wat even mijn maag was zo aan het knorren. En ik heb over een uurtje met Club Hub een live ding. Ja. Maar eerst eten. Oké, ik ga zo live met Club Hub. Ik denk dat ik terug ga naar de andere vlogcamera. Ik heb heel erg het idee dat mensen nu al op de vlog... Die tikgeluidje niet zo chill vinden. Dus final shot met deze. En weer een shot met deze. Is ook veel wijder eigenlijk deze. Ik heb verse batterij erin doen. De voorclub hebben ook op na. Zeg maar, ik film het daar en ik film het hiermee. En dan moet ik een bestandje even naar hun sturen. Oké, zo. Audio opnemen. En dan heb ik zo meteen... Wat moet ik nog doen? De video editen van die wij... Die ik net opgenomen heb. Wacht, kinderboekvideo sturen... Beautycross video editen, vlog editen. Dan zijn we er alweer voor de dag. Veel opnames vandaag. Oké, we gaan nu filmen. Ja. Ja, oké. Right. Hier de opname.
aanzetten. Ja, ga ik ook. Oké, ik zit hier te werken. Achter de laptop. Maagzuur, my god. Gemberthee. Wat gaat dat morgen met dat suikerdrankje zijn met maagzuur dan? Ik krijg dus echt, als ik iets zoets drink of eet, krijg ik echt mega last van maagzuur. Dus. Het is 5:30. Dammit, ik heb de beautygloss video nog niet afgeëdit. Die had ik wel gepland vandaag, maar ik heb echt best wel veel meer gedaan. Nee, dat kan op zich ook wel naar vrijdag. Want ik ga een les geven en dan moet ik mijn boekhouding doen en ook deze video daar editen. Oh, ik heb echt zo geen zin in die suikertest gehad. Oké, jongens, onze vriezer gaat dus niet meer dicht. En dat is best wel een dingetje. Dus nu hebben we deze kast er tegenaan geschoven. Er is een scharnierstuk waardoor die deur de hele tijd open gaat. En de arme Manies ligt hier nu dus de hele tijd om. Ja. Bescherm de vriezer, Manies. Alright, we gaan koken. Ik ga risotto met buffelmozzarella maken. Hij is super cheesy, vroeg. Temptation. Oh, ik heb er zo geen zin in morgen. Ik ga nu even brood maken om mee te nemen voor daarna. Oké, guys. Ik ga slapen. Ik ga me mentally voorbereiden voor het feit dat ik morgen die stomme test moet doen. Suikertest dus. Ik mag vanaf middernacht niks meer eten. Het is nu 10:00. Ik ga mijn bed in. Ik moet 7:45 daar zijn. En dan krijg ik dus dat vieze drankje. En dan 2,5 uur wachten. En dan bloed prikken. Of daarvoor en daarna. Ik weet het niet precies. Daarnaast wordt ook bloed geprikt voor races. En ik moet ook mijn kinkhoesprik halen. En dat gaat allemaal ook morgen gebeuren. Dus wish me luck met al die naalden. Ik heb er zo geen zin in. Oké, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Bye!